Това е Millennium Tower, нашия офис, където всеки ден идваме на работа. Ik denk als je bezig bent met sociale ondernemerschap, heb je ook bepaalde dozen idealisme nodig. Want zonder dat red je het ook niet. Bijvoorbeeld als ik voor mezelf moet praten, dan denk ik van ja, voor mij, ik ervaar gewoon voldoening als ik andere mensen help. En dat is mijn motivator, dat is mijn motivatie, datgene wat, ja, wat mij beweegt, zeg maar. Ja. Ik woon nu 22 jaar in Nederland. In 2009 ben ik met mijn accountantskantoor bij gestart. Ik ben afgestudeerd als registeraccountant aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn eigen echtgenoot die heeft ook een eigen ICT-bedrijf. Op een gegeven moment in 2017 hebben we de beslissing genomen om te starten met Baggy Jobs. En Baggy Jobs is een uitzendbureau voor de Bulgaarse arbeidsmigranten voornamelijk. We houden ons bezig met werving en selectie, met payrolling. En voornamelijk, ik zie dat heel veel mensen, heel veel arbeidsmigranten, die kennen onvoldoende hun rechten en plichten in Nederland. Dus ja, dat is gewoon absoluut een van mijn doelen om de mensen beter op hun rechten en plichten aan te wijzen. En te weten van ja, wat kunnen ze allemaal bereiken op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd proberen we ook een belangenbehartiging te doen. Ik voel een soort intrinsieke behoefte om mensen te helpen. En het voelt als een maatschappelijke missie. Want ik zie gewoon dagelijks mensen slachtoffer worden van arbeidsuitbuiting in Nederland, van onderbetaling. En dat zijn gewoon problemen die niet altijd besproken worden in de maatschappij. Als ik ook voorbeelden moet noemen hoe dat allemaal ontstaan is, dat ik überhaupt ben begonnen met Baggy Jobs als uitzendbureau, dan kan ik gewoon een paar voorbeelden benoemen. Jaren geleden, dat was in 2015, kwam een jonge dame naar me toe. En zij heeft me gevraagd van mag ik alsjeblieft stage lopen bij jou? Zij wou een Erasmus Plus stage lopen. Zij was ook bezig met afstuderen aan de universiteit in Sofia. Dus ik heb haar geholpen om half jaar lang bij mij stage te lopen, 6 maanden. En dat is heel goed bevallen. Dus dat voelde voor mij ook heel goed, want ik had zoiets van ja, op die manier ben ik echt van toegevoegde waarde voor iemand die nieuwkomer is in Nederland. Ja, en de toeval wou van later was er een tweede persoon die ook op zoek was naar een stageplek en een derde persoon. En ja, dat is allemaal heel goed bevallen eigenlijk. Want als je ziet dat de mensen vervolgens een betaalde baan krijgen, ja, dat voelt gewoon goed om een soort bijdrage te leveren in iemand anders leven. Een van die andere problemen die ik zie is dat mensen echt heel vaak niet in het bezit zijn van een cv. Dat zijn ook laag opgeleide mensen heel vaak. Ze hebben nooit in hun leven een cv opgesteld. Dus dat ervaar ik wel ook als een probleem. Want hoe kun je mensen helpen zonder cv? Dus dat is de eerste stap die we ondernemen. Om even samen te gaan zitten aan tafel met de mensen. Hun levenservaring even op papier te zetten. Daar help ik ze mee. Maar waar ik ook mee help is gewoon zoeken naar geschikte vacatures. Wij doen ons best om genoeg opdrachtgevers te vinden. Maar dat is wel ja, een lastig proces. Want heel veel van die kandidaten spreken geen Nederlands. En dat maakt het lastig, want het is een hele uitdaging. Hoe help je mensen die de taal niet machtig zijn? Dat is een groot probleem. Maar ja, ik heb zoiets van er zijn geen onmogelijke dingen. En, dus we zijn op zoek naar verschillende mogelijkheden. Ja, in het begin was het niet makkelijk, want om te beginnen met een uitzendbureau, dat is natuurlijk niet niks. Ik heb zelf ook een klein beetje getwijfeld van moet ik het doen, moet ik het niet doen. Maar ja, als ik zoveel telefoontjes per dag krijg van mensen die wanhopig zijn, van mensen die gewoon in allerlei problemen zitten, op een gegeven moment dacht ik van ik moet er iets mee. Ik voelde me geroepen om iets te gaan doen. Als ik zelf terugkijk van ja, wie waren mijn rolmodellen vroeger in en nog steeds in mijn leven, dan kan ik gewoon mijn moeder noemen als voorbeeld. Ja, zij heeft mij altijd geleerd van dat ik doorzettingsvermogen moet hebben, dat ik nooit moet opgeven.
Zij heeft me ook altijd geleerd dat ik onafhankelijk moet zijn. En dat is iets wat ik ook probeer door te geven aan alle jonge dames, aan jonge moeders met kinderen bijvoorbeeld. Want heel vaak zijn ze onzeker over hun kennis, kunde. En helemaal als ze laag opgeleid zijn, dan denken ze van, oh, dat gaat me niet lukken. En ik probeer ze juist wel aan te moedigen en te zeggen van, het gaat je wel lukken. Dus het is een kwestie van niet opgeven en vechten. Ja, je hebt natuurlijk ook heel veel soft skills nodig als je ondernemer bent. Een van de belangrijkste dingen is, je moet ook heel veel mensenkennis hebben. Je moet je wel verdiepen in de bewegingsredenen van de mensen. Waarom doen ze datgene wat ze doen? Dat vind ik heel belangrijk. Voor de rest, ja, je moet verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Maar aan de andere kant moet je ook flexibel zijn. Je moet innovatief zijn. Een toekomstige ondernemer heeft heel veel eigenschappen nodig. Maar het belangrijkste is toch risico's durven nemen. Gewoon risico's die niet te groot zijn, maar wel risico's nemen. Zonder dat kan dat niet. Als sociaal ondernemer kan ik gewoon zeggen dat de winst is gewoon niet, absoluut niet op de eerste plek. Op de eerste plek zetten we gewoon de mensen. Want de belangen van de mensen, dat is de drijfveer en dat is onze waarom. Dat is waarom ik het doe. Ik doe het voor de mensen. En ik wil gewoon bijdragen dat ze net zo succesvol worden als ik mezelf een beetje succesvol kan noemen. Dat is mijn wens.